Het Amsterdammetje van het jaar werd zondag bekendgemaakt in de stad Schouwburg. De winnaar van het jaar ervoor, Alexei, was aanwezig om de prijs uit te reiken in gezelschap van niemand minder dan onze eigen burgemeester. Jongens, het is heel spannend, maar jullie zijn allemaal even fantastisch, dat zeg ik alvast. En de winnaars zijn... Selma, Vera en Anna. Gefeliciteerd. Hartstikke goed. Fantastisch. Deze Amsterdammertjes hebben gewonnen omdat ze zich ingezet hebben voor het Kankerfonds. Ze stellen zich nog één keer aan je voor. Wij zijn Vera en Anna en wij zijn een eenijige tweeling. En ik ben Selma. Samen zijn wij een project gestart tegen kanker. We hebben een kantine op school opgericht waar we Turkse pizza's verkopen. De winst die we daarmee maken gaat naar het Kankerfonds. De burgemeester wilde natuurlijk met de winnares op de foto. En ook oud-voetballer Danny Blind wilde wel eens met Amsterdammetjes van het jaar op de kiek. En ook presentatrice Sophie Hilbrand wilde alles van de dames weten. Hoe gaat het? Goed, alleen we hadden het niet verwacht. Ik geloof het echt niet. Ik wil heel graag de mensen bedanken die ons hebben geholpen. Net als onze ouders en mevrouw Geestman en de directeur. En de conciërge. En ook om niet te vergeten Adil en Diego. Heb ik nog één vraag. Jullie hebben besloten om geld in te zamelen voor tegen kanker eigenlijk. Hoe is dat ontstaan? Wie wil dat vertellen? Onze opa die is eraan overleden en dat vonden wij, ja, het was echt een hele lieve opa en daar hadden we heel veel moeite mee. En ja, het is helemaal tof. Ja, en bij mij, ik ken best wel veel mensen die er zijn overleden. Yes, en daar wilden jullie iets voor doen. Ja. Fantastisch meisjes, nog één groot applaus, de Amsterdammertjes van het jaar. Must have